Het is inmiddels een jarenlange traditie. De haringparty in de Schepenhal van het stadhuis in Nijmegen. Ondernemers uit de wijde regio komen er samen en bieden op vaatjes haring. De opbrengst komt ten goede aan twee goede doelen. Notaris Klaas Albert Veerbeek is ook alweer jarenlang veilingmeester. De haringveiling van het eerste vaartje in Nijmegen. Het is in 1998 ontstaan op een bijeenkomst van NEC'ers. Ik was toen voorzitter van de OZRN. En ja, op een gegeven moment ben je bezig met elkaar. Zeg, er moet iets gebeuren in Nijmegen. Voor goede doelen. En dan gaat het. Het moet echt Nijmegen zijn. En dat is het ook, denk ik. Ondernemers vanuit het OZRN-netwerk. Het netwerk, business netwerk rondom NEC. Wat winkeliers ja, van de ondernemersvereniging ook van Nijmegen. En van het junior platform Jupla. Die komen hier om elkaar te ontmoeten. En voor het goede doel. Mee te bieden op een vaartje haring. En we gaan een paar keer een vaartje haring veilen. Het is haringparty, hè? En als je haringparty hebt, moet je eigenlijk Ronnie Raas al niet bij, want ik hou helemaal niet van haring. Maar goed. Nee, haringparty, nieuwe haring. Je hebt oude haring, nieuwe haring. Je hebt oude liedjes, nieuwe liedjes. Dus de accordeonist was net al Motte Krupe aan het spelen. En ik ga zo meteen zingen Nijmegen. Deze Nijmegen, ja, deze, hier. De nieuwste. Het gaat als een dolle bliksem, als een tierenlier. Dus het videoclipje is klaar, eigenlijk pas sinds. Denk vorige week, maar dat wordt ook goed bekeken op YouTube, bij alle Nijmeegse dingetjes, bij N1 en overal weet ik veel wat. Dus ja, ik krijg heel veel hele leuke reacties op. Ook reacties die mensen zeggen van, als je zo'n plaatje maakt, dan moet je in Nijmeeg zingen. Maar ja, ik ben geen geboren Nijmegenaar, dus ja, dan lukt dat niet. Dus dat doe ik op mijn eigen manier. De opbrengst gaat naar twee goede doelen. De AED Dukenburg. Ja, dat is een deel van Nijmegen waar ze zorg dragen voor een ja, veiliger omgeving in de wijken ja, en in de centra die daar zijn. En naar de Stichting Straatmensen. Ja, en de Stichting Straatmensen verzorgt lunches en ja, wat betere leefomstandigheden voor mensen die echt op straat leven. Opbrengst is natuurlijk wel belangrijk, maar aan de andere kant zeg ik, je moet gewoon blij zijn met wat je krijgt. Als ik zie dat we de afgelopen 18 jaar 458.000 euro bij elkaar hebben, gemiddeld is dat per goed doel. 29 goede, 15.000, dus ik schat tussen de 20 en 25.000, dan ben ik al lang blij. En is het niet zo, is het ook goed. Want het is voor alle stichtingen is het gevoedendes geld en zijn er allemaal blij mee. Dus we proberen dit gewoon een vermaak te zijn voor alle ondernemers in Nijmegen. En iedereen die wat kan missen voor het goede doel, is welkom. Na afloop drinken we hier nog gewoon gezellig wat. En sommigen gaan daarna nog even gezellig de kroeg in, omdat het wel echt een uitje is ook. Het moet natuurlijk ook gezellig zijn om hier te komen. Ja, en moeten twee dingen en twee doelen dienen. De goede doelen en het feit dat die ondernemers zich prettig voelen en ook ieder jaar weer bereid zijn om hier te komen. En ook daadwerkelijk bij te dragen aan die goede doelen. Want dat is uiteindelijk wat we willen bereiken.